Ja, we zijn weer live. Wacht even. We zijn weer live. Ik probeer het nu op een andere telefoon. Ja, hallo, ben ik weer. Zijn jullie er nog? Ze moeten eerst weer allemaal terugkomen. Ik ga ondertussen kijken naar de... God, wat een gedauw allemaal. Lukt het bij jullie? Bij ons vlogen we eruit, geen idee. Ik ga gewoon verder. Tweede liedje. Gaat over hetzelfde ongeluk. Maar dan vanuit het oogpunt van de Uber-chauffeur. En het heet 8 Seconds. Van toen net, maar dan heb ik een technicus voor, die gaat het allemaal regelen. Ik zie allemaal andere filmpjes. Ja, het is wat, zo live optreden, geen idee hoe dat normaal is. Ik doe wel weer een liedje van Bruce Springsteen, dan komt eigenlijk altijd alles wel goed. Dit heet Two Hearts, vind ik eigenlijk een heel mooi liefdesliedje. Maar hij speelt hem vooral als hele uptempo harde versie. Maar de rustige versie eigenlijk veel mooier. Two Hearts.
says you never love again. One day your crying girl will end. Yes, I believe in the end. Two hearts are better than one. Two hearts, girl, who get the job done. Two hearts are better. I spend my time playing Togashi, but I was living in a world of childish dreams. One day these childish dreams must end to become a man, grow up and dream again. I believe in the end that two hearts are better than one. Two hearts, girl, get the job done. Two hearts are better than one. Sometimes it seems like it was planned for you to roam and take heart through this day. Oh, the world turns you hard and Zeg technicus, zou je mij op de hoogte van als er nog iets geks gezegd wordt? Ik kan er natuurlijk niet de hele tijd blijven leven. Wat zei Lief? Ah. Ja, de technicus mag je ook steunen. De technicus. Mevrouw Potman, dus mevrouwtje Bout. Kijk. Oh, wat gek is dit. Ik ga nog een nieuw liedje spelen. Jouw telefoon staat nog op met dat mensen berichtjes kunnen sturen en bellen. Dat moet niet. Het onderbreekt de verbinding ook. Oh, freak. Zo. En we gaan weer verder. Ja. Ja? Oké, ik ga nu speciaal voor Api. En voor een aantal andere mensen. Api zat net te appen op de telefoon waarmee we nu filmen. En het zal ongetwijfeld een storing opleveren. Maar ze vraagt een verzoeknummer. Dat mag. Ik kan weinig covers. Dus als je verzoeknummers hebt, dan moet het eigenlijk wel van mij zijn. Want voor de rest weinig keuze. Ze vraagt Louisa.
won't you come right there? Dat is niet anders. Oh. Johan, yo, I hate you. I hate you? Ja. Nee. We switchen van gitaar. Het volgende verzoek nemen is I hate you. Of iemand typte dat gewoon en die weet niet dat dat een liedje van me is. Dat kan ook. Laat ik het in beide gevallen maar spelen. I hate you. I hated you always, believe me. You may lie into it. Is allemaal wel wat makkelijker, dat switchen van gitaren. Nee, dan moet die. Ik ga weer een nieuw liedje doen. Super vers van de pers. Dit liedje heet Care
Carousel. We hebben eergisteren, of 3 dagen geleden, hebben we 4 demo's opgenomen. Waarvan de 2 sowieso op de volgende plaat moeten. Deze week nog niet. Jullie mogen oordelen. Het heet Carousel. Godver, stemapparaat eraan. Het is allemaal de schuld van de technicus dit.
Dank u wel. Kippen hebben deze gitaar, die is een beetje kuren met de verwarming en het raam. Toch blijft wel lekker op deze. Zo'n Gibson is ook best oké. Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer voor leuks? Hoe laat is het eigenlijk? Hoe moet ik dit nog doen? Hoe lang mag ik dit nog doen? Even denken hoor. Wat hebben we nog voor het leuks? Eetje heb ik ook een. Oh, My Old Lover heb ik nog wel. Oh joh. Ik had net een kabel in mijn stemapparaat. Die gewoon werd opgepikt door de andere gitaar. Want ik dacht dat ik mijn gitaar in het stemapparaat had, maar het was de andere gitaar. Dus wat ik op de ene gitaar deed, dat werd dan weer opgevangen in de andere gitaar en dan opgevangen door het stemapparaat. En dan ging het stemmen zo moeizaam. Verklaart de hoop. Verder ben ik dus niet een professional, dat is dan de band. Ik ben Putnam Junior. Mijn band zijn de professionals. Mijn technicus is ook een professional. Aha. Het liedje heet My Old Lover. Someone could have told me growing up is fucking hard. The road in itself is the only easy part. Ook aangevraagd. Die ga ik als allerlaatste spelen. Ik denk nog één of twee andere doe. En dan gaan we Johan. Wie heeft het aangevraagd? Johan en Frank reageert er ook op. Oh, meerdere mensen. Kijk. Ik ga eerst nog... Wouter is live. Hey, broertje is ook al live. Dat is leuk. Hallo, Wouter.
Broertje Colombia, ze zit in Colombia. Een hele strenge lockdown, maar die woont daar ook, dus niet dat hij op vakantie is. Heel naar daar. Dus ik ben blij dat ik daar niet meer ben. Dat was ik namelijk een maand geleden ook. Toen moesten we ineens weg, omdat het allemaal ellendig werd overal in de wereld. Dus dat deden we precies goed, op precies het goede moment. Het volgende liedje gaat er totaal niet over. Het gaat over alles verkeerd doen. Doing it wrong, heet dat. Liedje 2 voor jullie doen. Als je nog een verzoekje hebt, dan moet je het nu zijn. Nu zijn. Ik ga nu Winter Came Sooner spelen. Dat heb ik op de plaat opgenomen met Judy Blank. Daar ben ik heel blij mee dat ze dat wou doen. Dat is ook al 1 keer op de radio geweest. Toen ik hem zelf daar vraag. Die pluggers zijn niet te betalen. Nee,
gewoon lekker zelf er bovenop zitten. En hij werd gedraaid bij mijn favoriete omroep, de EO. Dus een mooi significant detail. Dead Winter Came Singing. Bohemian Rhapsody wel echt een van de beste liedjes van de Beatles. Maar ja, ik ben opgevoed met Rolling Stones, dus ik kan vandaag eigenlijk geen Beatles liedjes doen. Jammer. Ik doe nog Sleepwalker, really. Dat is meerdere keren aangevraagd, had ik. Ik ben echt zo blij dat iemand anders weet hoe mijn liedjes heten. Behalve ik zelf en mijn bandleden. Dat is al mooi op zich. En daarmee sluit ik hem af voor vandaag. Freek Potman. Je kan mij vinden onder Potman Junior. Speel voor Social Run vandaag. Om daar wat meer aandacht voor te genereren. Met alle liefde. Mensen met psychische stoornissen vooral. En dat schijnt echt 1 op de heel veel te zijn. 2 of 3 of zo. Dus dat is best wel een aandachtpunt. Dit liedje is Sleepwalker.
Ben. Ik ben Pokémon Junior. Dit is mijn geluidstechnicus Merelbout en die gaat het nu uitdoen. Dankjewel, tot ziens.